De verkiezingen in Suriname zijn over het algemeen goed verlopen. Dat is de conclusie van de Stichting Nationaal Waarnemersinstituut Suriname, SNWIS, in een persbericht. Meldt de stichting dat de verkiezingen in een ontspannen en harmonieuze sfeer zijn verlopen, zonder bijzondere geweldsincidenten. SNWIS is van oordeel dat de verkiezingen ook eerlijk en transparant zijn geweest. Een andere bevinding is dat de diverse verkiezingsautoriteiten goed met elkaar hebben samengewerkt. De burgerlijke waakzaamheid en de actieve participatie van politieke partijen hebben daarnaast een extra dimensie aan de verkiezingen gegeven, als ook de invloed van sociale media en internet. Anderzijds zijn er wel 155 verkiezingsgerelateerde klachten en mogelijke onregelmatigheden bij de SNWIS gerapporteerd. Maar volgens de stichting hebben deze onregelmatigheden geen negatieve gevolgen gehad op het verkiezingsproces.